Hallo, ik ben Martijn en ik ben op weg in Zwolle, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Deventer en Enschede. En ik vroeg me af, vinden mensen cultureel erfgoed nog belangrijk? En welke plek neemt het in binnen lokale tradities? En worden nu gebeurd die plat gepraat of niet aan? Cultureel erfgoed, is dat belangrijk, vindt u? Ja, dat is erg belangrijk. Ja, is nu echt mijn interesse. Natuurlijk is dat belangrijk, want als je ergens woont, wil je denk ik ook weten wat de historie van de plaats is. Dit kun je overdragen naar de jeugd. Dat ja. Die zien ja, wat er allemaal geweest is. Wat vind jij? Nou, ik zie nog wel best wel vaak oude gebouwen en dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik vind het wel een goede zaak. Waarom? Dat laat de beeld van Deventer natuurlijk zien. Ja. Dus dan kan je wel zien dat Deventer in een ontwikkeling zit. Een tijdje geleden is daar de sprake van geweest dat het zou gaan sluiten. Nou, dat was niet... Menigeen was er erg verdrietig over. Nou, ook nog een trekpleister, hè, dat meer mensen naar Kampen komen. Voor Hellendoorn, de promotie voor Hellendoorn. Ja, dat is toch iets wat Deventer trots op heeft, hè? Er komen nog heel veel mensen na ons, dus dan moeten we eigenlijk zorgen dat die daar net zoveel plezier van hebben als wij nu ergens plezier van hebben waar onze opa's voor gezorgd hebben. En wat zijn de tradities in deze regio? Oh, dat weet ik niet. Ik ben niet zo Deventer, hoor. Ik kom wel uit Deventer, maar ik heb geen flauw idee. Ja, nobberschap noemen wij hier toch wel echt. Dat is echt een van de meest belangrijke dingen, hè? Het omzien naar elkaar. We hebben de kamper uitdagen. Ja, de blauwe vingerdagen volgens mij. Hoe noem je dat met kerst? Dat heb je... Dickens Festival. Hoe? Dickens Festival. Dickens Festival, inderdaad, ben ik weer vergeten. En doet u zelf ook iets om de traditie in stand te houden? Nee, helemaal niks. Nee. Ik ben zelf daar niet actief in. Nee, maar ik ga wel kijken. Ik vind het wel leuk om het af en toe te bekijken. Maar voor de rest, nee. Ik ben vooral publiek, ja. Spreekt u ook de streektaal? Een beetje. Ja, wat wil je dan? Ik spreek nog een beetje Hollands, daar ben ik niet zo goed in. Maar als ik Kampen spreek, dan wordt het heel anders. Nee, niet echt. Nee, nee, nee. Nee, dat niet. Dat niet. Gewoon normaal. Ja. Gewoon Nederlands? Gewoon Nederlands, ja. Vind je het belangrijk dat het wel gesproken wordt? Ja, dat wel. Zeker. Ja, waarom? Nou, dat is juist mooi. Dan zie je het verschil tussen mens. Dan kan je gewoon precies zien uit welke regio, welke stad die vandaan komt. Ja. Het heeft niet echt een functie of zo. Ja, ik denk onderling wel, denk ik wel. Van de mensen die hier echt opgegroeid zijn, neem ik aan van wel. Ja. Ja, gedeelte moet dat vooral blijven spreken. Want de oudere mensen spreken niet zoals wij dat doen. Ze spreken echt nog dialect. Ja, weet ik eigenlijk niet. Want ik geloof ook dat taal zich ontwikkelt. En op een gegeven moment, ja, dat iets dat het verdwijnt, zou ik geen ramp vinden, geloof ik. Ze moeten dat niet allemaal wegdoen. Dat is toch zonde voor zo'n stad. Ik denk dat de bevolking zelf wel zorgt voor dat de taal blijft bestaan.